heb het gehaald. Hij is heel gebleven. Ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Nou, het is wat een dag voor Jesse's verjaardag en iedereen is ziek. Maar ik ben gelukkig nog niet ziek. Fingers crossed. Dus ik ga maar even snel wat boodschappen doen. En deze twee maar even lekker op de bank liggen. Ik omschreef het net als rugweeën. Dat is wel bijna een jaar geleden. Ja, moet ik dat gewoon elk jaar opnieuw herbeleven? Ja, vind ik wel. Jezus. Jessie is lekker aan het eten. Ja, goed zijntjes. Die moesten we halen van de crash. Is lekker. Met z'n... Mag niet smakken. Met z'n face mus op. Maar hij had er niet zoveel zin in. Nee. Heeft dus de feestmuts wel meegekregen? Ja, het ligt op tafel. Oh ja, dat is wel leuk voor zondag. Ja. Nou, dan gaan we morgen maar even rustig... Ik weet niet of jij thuis blijft natuurlijk, maar rustig eventjes wat slingers ophangen. En we hebben een heliumtankje gehaald, dus dat wordt hartstikke leuk. Overal ballonnen. En we hebben een cadeautje voor alle kindjes die komen. Ja. Alleen nog maar hopen dat deze twee een beetje opknappen. Eindelijk terug van de boodschappen. Maar ik had een kacheltje verkocht, schat. Ja. Eindelijk. Oké dan. Niet voor 10 euro, want daar reageerde niemand op, maar voor 5 euro. En toen ging ik in de briefbus kijken en daar lag Jesse Silver zijn allereerste kaartje. Verjaardagskaart. Ik ga hem openmaken. Ja, jij mag hem openmaken. We zijn er eigenlijk nooit achter gekomen wie nou die ene kaart had gestuurd met al die glitters, hè? Nee. Voel je nog geroepen om je te melden? Bij deze. Huh? Een envelop en een envelop. Ach, die is het, leuk. Ach, het. Boodschap. Ik zei ach, het. Was niet eens. Nee. Die is echt leuk. Het is een 3D-kaartje. De Elena die zelf gemaakt heeft. Nee, want het was niet Elena de handschrift. Die is echt heel leuk. We gaan er nu achter komen. Van je vader. Caro Jesse Silver, tantissimi auguri per il tuo primo compleanno e che ne seguano tanti altri felici. E che ne seguano tanti altri felici. Sono un beetje verkeerd klemtoon. Un bacio grosso nonno Eugenio. Dus er staat, lieve Jesse Silver, heel veel, ontzettend gefeliciteerd met je eerste verjaardag. En dat er nog vele mogen volgen. Vele gezonde jaren mogen volgen, zeg maar. Of gelukkige. En een hele dikke kus van opa. Een hele, hele dikke kus. Een hele, hele dikke kus. Sorry. Ja. Van opa, Genio. Ah. Lief. Maar dan hoop ik niet dat dit een kaartje is, omdat dit zondag niet kan komen. En dat het gewoon een ontzettend lief extra kaartje is. Zo, heeft hij het erover gehad dan? Nee, maar omdat hij dus een kaart stuurt. Hij zegt tot zondag dus. Oh, hij zegt tot zondag. Dus dan is het gewoon een heel lief kaartje zo voor de extra. Ik ga de boodschappen opruimen en wat lekkers op tafel zetten. En ik weet niet of jij nog wil eten gewoon. Of gaan we alleen vreten? Ligt aan wat je gekocht hebt. Van alles. Maar ook voor zondag al, dus een hele goede morgen. Het is de verjaardag van Jesse Silver. Hij ligt nu eventjes te slapen, dus ik ga het huis versieren. We hebben ballonnen en slingers en een heliumtankje. Kijken of het een beetje wil lukken.
Ik ben zo verstrooid dat ik koffie en thee heb gezet. Maar ik even niet. Ik heb Eric Clapton op de achtergrond staan. Jesse Silver is heel eventjes naar bed. Ik ben bezig met naald en draad. Mijn werkbloesje. Knoopje is er al. Zetten we toch gewoon even een nieuwe knoop op. En ons cadeautje maakt praat tegen mij. Oh. Kom maar. Oh ja. Kom maar. Gaan we zingen? Hij is eenjarig. Ja, we gaan zingen. Er is er eenjarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is te zien. Dan vinden we alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Langs dat Jesse leven, hoera. Wat is dit, man? Wat is dit, pap? Wat is dit? Hou me in de gaten, hè. Ik neem hem mee. Wat is allemaal? Ben jij jarig vandaag? Ben jij jarig? Kom maar, eerst heb je een gezicht. Wat doe je? Hij is helemaal beduusd. Wat ben je hier, je mooie slinger. Oh, die is van jou, ja, inderdaad. Ja. Oh, dat is ook wel heel leuk. Kijk eens, schatje. Hey, Tessie, kijk eens. Je hebt gewoon je eigen Mickey treinstation. Kijk eens, Jess. Jessie. Even geen woorden voor. Kijk. We zullen even voor geuren. Ga eens kijken wat erin zit. Wat
is dat Oh, dan? Die is leuk. Kijk eens. Oh. Dat is Tommy. Die is... Hi. Hi. Dag. Dag. Ik ben Tommy. Nou, ik vind Mickey leuker. Nou, daar heb je ook gelijk in. Dit is ook erg leuk. Hier, hij is leuk, man. Hij is zo schattig. Heel leuk. Ik vond hem ook erg schattig. Ik denk dat we die anderen toch ook even moeten verzamelen. Want ze hadden ze ook... Oh, die handpopjes. Van Pino en... Ja. Zo, net klaar met werken. En het is lekker druk op de weg. Maar ik moet nog even de taart ophalen in Rijswijk. En daarna meteen door naar huis. Want de meeste gasten komen om 3 uur. We hebben aardig wat taart besteld. Oh, Diplo. Welke smaak allemaal? Kinderbueno, boven en lekker zit het allemaal. Maar we gaan eerst. Ik ga niet om. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Oh, ja hoor, ja hoor. Hij geeft aan dat de batterij bij hem ligt. Ja? Nee, nee, nee. Zeg dat wel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Opa's en oma's en tantes en nichtjes. Ik heb tante Anneke en Adriaan niet eens weg zien gaan. Oh. Of wel? Ik weet het niet meer, joh. Dat is heel gezellig. We hebben het weer geflikt. Ja. Hij vindt een wen. Een mooie taart. En hij was lekker. Hij was heerlijk. Ja, hij was echt. We hebben nog 3/4 in de koelkast staan. Met die Red Velvet afdeling, zeg maar. De rest die, met die kinderbueno was ook het lekker. Ja. Maar ik had zo'n groot stuk op dat ik echt
tandjes. Maar het is wel fijn ook dat hij gewoon heel lekker was. Want soms dan betaal je best een hoop geld en dan ziet het er leuk uit. Maar dan vervolgens dan smaakt hij niet. Ja, we krijgen zo'n droge meuk of zo. Weet je. Hij was echt heel erg lekker. Ik kreeg heel veel complimentjes over. Dus iedereen die het taartje wil even checken. Taartjes zusjes. Ja, dankjewel. Taartjes zusjes. Ja? Taartenzusjes. Taartenzusjes in Rijswijk. Ja, we gaan hem afsluiten. Vond je dit een toffe vlog? Duimpje omhoog. Geef het abonneren. En een belletje aan het zetten, zodat je alle video's meekrijgt die wij online gooien. En voor nu zeggen wij een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao, 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 ci